Het Nationaal Archief Suriname verwerkt vanaf vandaag officieel samen met het Nederlandse Instituut Beeld en Geluid. Om deze samenwerking te bekrachtigen is er een samenwerkingsovereenkomst getekend, meldde de nationale archivaris Rita Chinfu gisteren tijdens de lezing Samen sterk in de media. Tijdens de lezing gaf de directeur van Beeld en Geluid, Eppo van Nispen tot Zevenaar, een uiteenzetting van hoe zijn instituut in Nederland samenwerkt met de media. Alles dat ooit eens is uitgezonden op de Nederlandse tv is voor eeuwig opgeslagen bij het instituut. Letterlijk voor de eeuwigheid. En dat is een aparte tak van sport. Want dat betekent dat je niet zomaar iets bewaart. Nee, we moeten bewaren. Als iemand 10.000 jaar later dat nog een keer wil bekijken, moet hij of zij in staat zijn te begrijpen waar het over gaat. En dat is ontzettend ingewikkeld. Dat is een hele ingewikkelde tak van sport. Want ja, we zijn nu misschien mens, hè? Je moet er geschiedenis bij beschrijven, je moet er van alles bij bedenken. Dus dat betekent dat wij heel nauwgezet, en inmiddels doet de computer dat via kunstmatige intelligentie, alles bijhouden, letterlijk woord voor woord, de beeldbewegingen en wat betekent dat in de context van de tijd. Want een archief van 30 jaar geleden, zeg maar, of 50 jaar geleden, heeft een andere context dan een archief van nu en dat verschuift steeds weer. Dus dat is best ingewikkeld. En wat er ook spannend aan is, dat vind ik zelf altijd, in Nederland 12% van wat je ziet en of hoort elke dag, komt uit ons huis. Komt uit ons huis. Dat moeten we, en dat leveren we ook met plezier. Dus heb je bijvoorbeeld het journaal, dan komt een deel wat het journaal gebruikt uit ons huis. Van Nispen tot Zevenaar ging ook in op de invloed van de geschiedenis op het nieuws. Dat de geschiedenis altijd weer terugkomt, toonde hij middels een film uit het Polygoonjournaal over de bouw van de Afobakka-stuwdam. Wanneer straks ook het laatste gedeelte van de stuwdam gereed zal zijn, zal het water van de Suriname-rivier gaan stijgen, waardoor in het oerwoud een reusachtig stuwmeer zal worden gevormd, dat door middel van de turbines en de krachtcentrale de energie zal leveren voor de industriële opbouw van Suriname. Als we dat filmpje nou niet hadden gedigitaliseerd of niet hadden gehad, hè, daar wordt gebracht met een heel grote, de grote overwinning. Overigens, de krant in Nederland gaf toen al aan dat er milieu kapot zou gaan, dat het een heleboel andere dingen had. Maar dus het nieuws was toen, hij had ook meerdere kanten. Maar als je dat filmpje niet had gehad, dan had je niet geweten waar het vandaan kwam. Hoe het in elkaar werd met die muziek gebracht, dus groot feest. Nou, het is natuurlijk nu niet een groot feest. Er is heel veel discussie over. En wie heeft nou wat gedaan en waarom en wat hebben we aan die dan? En hoe moet dat nou verder? Dus het vastleggen van geschiedenis is ontzettend belangrijk. Het ligt in de bedoeling dat bij de samenwerking tussen het Nationaal Archief Suriname en het Nederlandse Beeld en Geluid ook de Surinaamse media zullen worden betrokken. De inhoud van dat plan zal in de komende periode verder worden uitgewerkt.